Casino. Mag ik je aandacht voor de... Bladblazer! Ja, en wanneer gebruiken we een bladblazer? Als het vies is op de grond. Ja. Als er heel veel blaadjes staan. Dus, in welke periode? Herfst. Rest van het jaar staat hij in de... Skuur. Precies. En dat is best wel jammer. Staat zo'n apparaat aan maar niks te doen. Ik denk dat we daar nog prima gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld in een wc-rollenfight. Een wc-rollenfight. Nee, dat denk ik, ja. Dat is een wc-rollenfight. Kijk, deze plakken we hier. Dat is een verfrolhouder. Doen we de wc-rollen op. Vervolgens blaast hier natuurlijk straks harde wind uit. Ja. Ja. Gaat die rol draaien en krijg je, denk ik, een enorme sleet. Wc-papier. Gewoon Spider-Man, maar dan weer wc-papier. Ja. En degene die als eerste bedolven is onder wc-papier heeft verloren. Ik win. Okay. Helemaal niet. We gaan met z'n tweeën nu tegen jou. We hebben er drie. We gaan tegen elkaar. Precies, Gino. We gaan met elkaar de strijd aan in een ware wc-rollenfight. Mogen de beste winnen. Er is een hele wetenschappelijke studie aan besteed. Hang je de wc-rol met het papier nou naar voren of juist naar achteren? Is dit jouw tactiek? Dit is mijn tactiek. Als je pech hebt, dan gaan we niet af. Dan verlies je. Dan verlies je. Maar prima, zelf weten, zelf weten. Oké. Ik heb zo ook mijn theorietje. Ik denk niet dat het van jou gaat werken. Nee, ik denk dat het jou niet gaat werken. En dan is het nu tijd voor de ultieme test. Wie verslaat zijn tegenstanders met zijn eigen toiletrollenblazenkanon? Wat een hilarisch gevecht. Eén ding is even. Dave, je had gewoon gelijk. Echt, hè? Gewoon gelijk. Want ik ben maar de helft van mijn munitie kwijt. Ik gewoon... Je hebt ons echt zwaar verslagen. Echt. Maar wat een vet spel dit. Echt. Heel simpel, met je bladblazer, wc-rommen dus niet zo, maar precies andersom. Dan gaat hij echt als een malle. Zwarte feest, die hebben het ook weer.